Met jouw steun zetten we ons in voor mensen die onderdrukt, bedreigd of vervolgd worden. We voeren actie tegen discriminatie, marteling en de doodstraf. Dit doen we al sinds Amnesty in 1961 is opgericht. Door een protestactie van een Britse advocaat kwamen wereldwijd mensen in beweging. We spreken namens miljoenen als we schenders van mensenrechten oproepen het onrecht te stoppen. We zijn onafhankelijk en onpartijdig. Daarom wordt er naar Amnesty geluisterd. Is our world spinning out of its axis? Marteling stopt. Mensen komen vrij. I'm standing here as a free person because of your work. Wherever you are, however you did it, you got us out. Thank you very much. Onderdrukkende wetten worden aangepast. It means the world. I'm not less than anyone else. Daders worden berecht. Thomas Lubanga Dailo is guilty of the crimes. We geloven in de kracht van gewone mensen. Samen kunnen we overal ter wereld het verschil blijven maken voor duizenden slachtoffers van onrecht en hun dierbaren. In de hoop dat we op een dag niet meer nodig zullen zijn. Help jij de wereld te veranderen?